Stress, woede en angst zijn vandaag de dag de kern van de samenleving. Dit haalde NPS-parlementariër Patricia Etnel gisteren aan bij de start van de begrotingsbehandeling 2023. Ze wijst erop dat in de jaarrede van de president, september 2022, er is aangegeven dat het regeerbeleid zich in de komende maanden zal concentreren op directe en voelbare verbetering van de leefbaarheid van de Surinaamse samenleving. Ook zou er een speciaal team ingesteld worden om de problemen aan te kaarten en met een stappenplan te komen. Echter, zegt Etnel, is de realiteit van vandaag heel anders. Wanneer we kijken op pagina 5 van de jaarrede van 2023, staat er duidelijk dat er voor het komend jaar heel veel problemen op ons zouden afkomen en dat er een speciaal team zou worden samengesteld om de problemen in te kaarten. Maar wat is de realiteit van vandaag? Wanneer we kijken naar die samenleving, dan zien we dat voeding vreselijk duur is geworden voor vele gezinnen. Zelfs onbetaalbaar. Huisvesting is een zeer groot probleem. De huurtarieven blijven fors toenemen. Benzineprijzen zijn vandaag aan de dag marktconform. Ondernemen in Suriname is haast onmogelijk. Criminaliteit blijft toenemen. Drugs- en alcoholgebruik onder onze jeugdigen is een vraagstuk waarvan we ons zeer druk maken. Etnel vraagt zich af of dit de samenleving is welke de regering wil overdragen aan de volgende generatie. Vervolgens wijzen erop dat de regering vaker heeft aangehaald dat er bezuinigd moet worden. Maar kijkend naar de begrotingen voor 2023 van de kabinetten van de president en de vicepresident, dan vraagt Etnel zich af in hoeverre de regering wel bezuinigd heeft. Ze is van mening dat de verdeling van de gelden op de begroting niet in balans is. De vraag die wij ons moeten stellen, is dit goed voor Suriname? Met een jeugdbeleid van nog niet eens 4 miljoen, een genderbeleid van 250.000 SRD, speciaal onderwijs 0 SRD, SAO 9 miljoen SRD, ontwikkeling, ondernemingsklimaat en concurrentievermogen voor nog niet eens 50 miljoen SRD. Stimuleren van het innovatief denken van de Surinamer voor 1,5 miljoen SRD. Het is nog steeds niet duidelijk hoe klein ondernemerschap verder ontwikkeld moet worden. En het volk moet betalen voor lonen en salarissen van beide kabinetten van bijkans 1 miljard SRD. NPS-parlementariër Etnel vraagt zich tenslotte af waar Suriname heen gaat met het huidige beleid.